Ik heb een aantal deuren in mijn project en ik zou graag willen weten hoeveel van deze deuren gespiegeld zijn en hoeveel origineel, of hoeveel linksdraaiend, hoeveel rechtsdraaiend. Ik kan deze waarde, gespiegeld of niet, kan ik toevoegen in een parameter. Ik kan het toevoegen in een bestaande parameter, zoals bijvoorbeeld comments of mark, of ik kan ook een eigen parameter aanmaken via manage projectparameters. Ik druk dan op Add en typ hier mijn eigen naam, bijvoorbeeld kenmerk. Houd er rekening mee dat het wel een tekstparameter moet zijn en dat hij op instance niveau is. Hij wordt toegepast bij deuren in mijn geval. Oké. En ik vind nu als ik een deur selecteer de kenmerkparameter terug onder het kapje tekst. Ik selecteer een deur en ik ga vervolgens naar mijn Smart Scan Modify Elements. In Modify Elements vind ik eigenlijk alle deuren. Ik kan hier gaan selecteren, filteren, alle deuren zien. Ik kan parameters toevoegen, zo ook de parameter kenmerk. Oké. Ik ga dan met mijn rechtermuisknop klikken op de parameter kenmerk en ik kies voor Right Swing Direction. In een plaatje geeft hij weer wat voor jou links of rechts is. Je kunt dus aangeven dat het een linksdraaiende deur is. Wat ook kan is dat je zegt Left is mijn originele beeld. Origineel. En rechts betekent gespiegeld. Oké. Wat je nu zult zien is dat hij bij alle kozijnen heeft ingevuld of ze wel of niet gespiegeld of origineel zijn. En dit vind ik ook terug in de parameters van de objecten. Origineel, gespiegeld. 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 Origineel.